Ik heb altijd gezegd, altijd in heel mijn carrière eigenlijk van club naar club gegaan. Om het te verbeteren, om het beter te maken. En, ik ben op de Antwerpen terechtgekomen en ik ben 3 jaar gebleven. En, ja, dat zegt dan iets. Dit is voor mij als thuiskomen. Spijt? Nee, want ik heb een heel jaar nu in Korea gezeten. Ik heb een schitterend jaar gehad. Ik heb zowel sportief gezien als het leven daar is enorm, enorm. Ja, het is gewoon 4 keer beter dan hier. In totaal. Er waren er 3 bij van in de beker en 16 in de competitie. Je weet dat Antwerpen een topspits mist? Ja. Ik heb het een beetje gevolgd. Een beetje. Bijna alle weken, denk ik. En ik heb goede wedstrijden gezien. Ik heb minder goede wedstrijden gezien. Ja, dat is, je kunt niet geen heel seizoen top spelen. Dat is normaal. Ze hebben heel veel pech gehad met het uitvallen van Mbongo. Dan Van Tornhout, die eigenlijk op goed bezig was, eigenlijk, regelmatig scoorde en dan ook uitviel voor 3-4 weken. Ik denk wel dat de kwaliteit er is om ja, een speler in huis te hebben eigenlijk die golen kan maken en die doelpunten meepikt. Maar ja, het moet een beetje meezitten ook met kwetsuren. En ja, dat hebben ze, dit geluk hebben ze deze jaar nog niet gehad. Ik denk dat je eender waar in heel de wereld mag gaan. Ik denk dat fanatieke supporters, dat je die nergens zo vindt als hier, denk ik. Als ik mijn hart moet volgen, dan zeg ik ja, heel graag. Mijn verstand, ja, tegen dat ik nog eens 2 jaar in Korea gezeten heb, ja, ben ik natuurlijk ook al 30. En ja, dan weet je nooit wat dat er volgt dan. Hè. Maar ik hoop alleszins hier ooit op de heilige grond terug te voetballen. Ja.